Kom, we doen er nog één. Dit is nieuwsuitzending nummer 7. En die heb ik voorbereid, want zo ben ik, hè. Altijd voorbereid ten ijs komen. En dan doe je allemaal deze in een nieuw venster zo. En dan beginnen we hiermee. Dit is lachen, jongen. Dit eerste punt, het gaat dus over de waarheid. Daar heb ik het in feite over. De waarheid is heel belangrijk. Nou, en dit staat dus op nu jij, of nu.nl. Even nu jij heb ik het afgehaald. En ik lees het even voor. Amsterdam. Een zwangere vrouw die op 26 maart op straat werd mishandeld door een groep jongens, heeft korte tijd later haar kind verloren. Dat heeft de politie zaterdag bevestigd, naar aanleiding van berichtgeving door Het Parool. De baby werd te vroeg geboren. Volgens de politie is het nog niet bekend of de te vroege geboorte is veroorzaakt door de mishandeling. Het Nederlands Forensisch Instituut. Ik moest even lachen, sorry, dat was niet de bedoeling. Het Nederlands Forensisch Instituut doet daar onderzoek naar. De vrouw liep samen met een man over de Nieuwendijk, waar ze een woordenwisseling kregen met de groep. De jongens sloegen, trokken en duwden de man en de vrouw op de beurspassage. Controle. Het zwangere slachtoffer moest ter controle naar het ziekenhuis, waar de baby niets leek te mankeren. Ruim een week later kwam het kind echter te vroeg ter wereld. Het is niet bekend hoe lang de vrouw zwanger was. De verdachten waren allemaal onder de 18 jaar. Maar de politie kon verder niets zeggen over hun identiteit. Nou, en hoeveel leugens hebben jullie hier in deze korte tijd gehoord van mij? Mijn bier is bijna op. Dus ik moet nog opschieten ook. Maar hoeveel leugens hebben jullie hier gehoord? Ik zal even beginnen voor jullie. Hè? Een zwangere vrouw die op 26 maart. Dat is vrij exact. Dat is namelijk 26 maart. Maar welk jaartal? Ja, dat staat er even niet bij. Is ook niet zo belangrijk. Dat weten we allemaal toch, hè? En dat heeft de politie zaterdag bevestigd. Ja. Nou, 26 maart was misschien een woensdag of zo. Ik weet niet precies welk jaartal. Misschien was het 2016, 2015, weet jij veel. Maar zaterdag heeft de politie dat bevestigd. Dat is de eerste leugen. Ja. Kijk, het vertellen van de waarheid, dat is een kunst op zichzelf. Je moet het maar kunnen. Dat je duidelijk durft te zijn. Dat je het lef hebt om duidelijk te zijn. En dat heet het spreken van de waarheid. En deze F-journalist, misschien heet hij wel Frits of Frans. Ik noem hem gewoon een F-journalist. Gewoon even snel, want dan kan ik zo dadelijk naar huis, dan kan ik iets eerder weg. Want als mijn baas me blij is dat de woorden goed op een rijtje staan en dat er niemand iets duidelijk wordt en dat ik één grote rookgordijn ga opwerpen en dat iedereen denkt van oh, het is wel erg goed tegenwoordig als je zwanger bent. Nou, je bent zomaar je kind kwijt. En de identiteit, daar weten we niks over. Deze journalist is schuldig. Volgens de baby werd te vroeg geboren. Laten we daarmee beginnen. Mijn eigen kind, die is momenteel 16, die heeft twee paar Dr. Martens schoenen aan de voeten. En die schopt iedereen voor zijn kloten. En die was ook te vroeg geboren. Dus daar is niks, daar hebben we geen probleem mee.
En volgens de politie is het nog niet bekend of de te vroege geboorte is veroorzaakt door de mishandeling. Het Nederlands Forensisch Instituut doet er onderzoek naar. Ja, how the fuck? Hoe kan je nou achteraf bepalen dat het allemaal kwam doordat ze een schop in de buik heeft gehad? Los van het feit dat ze een schop in de buik heeft gehad. En wie waren die klojo's? Nee, die klojo's, die weten we niet, hè? We weten niet waar ze wonen. We weten niet waar die klojo's heten. Als ik het even op zijn klojo-taal mag zeggen. Want daar is de politie voor. Die politie die maakt alleen maar bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Slachtoffertje hier, slachtoffertje daar. En dan dadertje. Nou ja, daar kunnen we niks over zeggen hoor. Want straks hebben ze een identiteit. En dan worden mensen boos. En dan gaan ze die daders vermoorden. En dan hebben wij geen werk meer. Of kom ik nou een beetje te mak over? Als een soort lammetje. Net als Jezus die zei, oog om oog, tand om tand. En dan pakken we de laatste leugen erbij. Ik ga hem eventjes... Want dit kan dus niet. Deze hadden jullie natuurlijk van tevoren gezien. Hè? Je wist wel van ja, Perry loopt een beetje te kankeren en zo. Maar wij zitten gewoon een puzzel op te lossen. Hè? Dit was natuurlijk de grootste leugen. Hè? Zien jullie hem? Moet ik hem echt helemaal inzoomen? Het zwangere slachtoffer moest ter controle naar het ziekenhuis, waar de baby niks leek te mankeren. De vraag is natuurlijk waarom ze dat moest. Want het is niet normaal. Ruim een week later kwam het kind echter te vroeg ter wereld. En dan komt hij. Het is niet bekend hoe lang de vrouw zwanger was. We weten wel dat het kind te vroeg ter wereld kwam. Maar we weten niet hoe lang ze zwanger was. Ze was misschien wel 11 maanden zwanger, 13 maanden zwanger, maar het kind was te vroeg ter wereld gekomen. Kijk, dit soort berichten, ik heb er geen zin in om mijn ogen te vermoeien met al deze, nou, dat gaat op zich nog wel, maar als ik deze letters samenvoeg tot woorden en die woorden tot een zin en die zin tot een verhaal maak, dan krijg ik bullcrap in mijn achterhoofd. Kijk, als ik de baas was van een onderneming, hè, en ik vroeg aan een van mijn medewerkers van Noor, hoe staan we ervoor? En ik krijg dit soort bullcrap, dan is die vent of vrouw of persoon of transgender homo per onmiddellijk ontslagen. Op staande voet. Want ik stel niet een vraag om bullcrap te gaan aanhoren. Praat ik Frans of zo? Nou, deze lijkt me wel duidelijk, hè? Over dit soort berichtgeving kan je ongelooflijk opwinden. Nou. Wat hier gebeurd is... Dus er liep dus een man en een vrouw en die gingen woorden lopen lalala met de groep. Nou, die groep weten we dus niet. Ja. We weten niet wat de groep is. Want de identiteit is onbekend. De politie, dat is je beste vriend als je een misdadiger bent. Dan laten ze je altijd lopen voor toekomstige business. Klaag mij aan. Nou, dan gaan we dit oplossen. Even kijken hoor. Weergave. Dan doe ik zo. Zo. Ja. Dit is ook wel een hele fraaie.
groepen woedende moslims het hebben, dat klopt helemaal niet. Beginnen we gelijk al. Groepen woedende moslims hebben in het Zuid-Egyptische Minya huizen van christenen in brand gestoken. Ze mishandelden ook een 70-jarige vrouw en paradeerden haar daarna naakt door de straten. De reden? Omdat er geruchten waren dat haar christelijke zoon een relatie zou hebben met een moslimvrouw. Ik word hier ontzettend boos van. Punt 1, dat hier het beeld wordt geschetst dat een 70-jarige oma, als ze oma is geworden, hè, maar die ze in de blote kont over straat gestuurd. Wat is dat voor een gedrag? En het andere waar ik mij bijzonder aan irriteer, is dat hier dus geen Nederlands wordt gesproken. Want moslim is geen Nederlands. En we spreken hier Nederlands. En groepen woedende moslims het hebben in het, dat is ook geen Nederlands. En wij noemen die mensen Mohammedanen. Want dat zijn niet alleen Arabieren, het zijn Mohammedanen. En dat was een prima woord. En dat heeft jarenlang uitstekend gefunctioneerd. En een moslim, daar ben ik fucking zelf ook. Groepen woedende perries hebben in het Zuid-Egyptische Minya huizen van christenen in brand gestoken. Dat is niet waar. Ze liegen hier. En dit is ook flauw. 7 huizen van christenen. Dat is naar. En een 70-jarige vrouw. En een moslima. Kijk, om het even jullie uit te leggen. Want ja, voor degene die dat dus geen Arabisch kennen. Maar een moslim. Dit is enkelvoud. En moslims, zeggen wij, dat is dan een meervoud. Dat is een Nederlandse regel. Hè? Ja, moslim, dat betekent onderworpenen. En je hebt de onderworpenen zonder meer. En je hebt los daarvan de mujahideen. En dat zijn oké lui. Daar hebben we alles aan te danken. Je mag op je knieën liggen voor de moslim. Op zijn Arabisch dan gezegd. Hè? Voor de onderworpenen. Ik kan nog. Hoe diep moet je gaan? Hè? Wat denk je dat een mujahideen moet doen? Aan zijn piemel rukken of zo elke dag. Nou, deze term. Alua moet je eigenlijk zeggen. Alua Akbar. Daar heb ik het over gehad. Dat mag je niet altijd zomaar zeggen. Dat is net zoals godverdomme. Dat mag je wel zeggen. Maar niet de hele tijd. En het punt is, wat hier dus letterlijk staat, van Allahu Akbar. Dat is Arabisch, hè? En dat betekent God is groot. Grootheid komt aan God toe. Dat staat er denk ik ongeveer op zijn Nederlands. En dat is maar ten dele waar. En dan weten die echte Mohammedanen, die weten dat ook wel. En die scanderen dat niet de hele tijd. Die gooien geen parelen voor de zwijnen. De echte Mohammedanen. Echte moslims. De echte mujahideen.
In Egypte, dat is een mooie afsluitingszin. In Egypte maken christenen nog steeds 10% van de bevolking uit. Ik kan je vertellen dat als ze het aantal christenen tot 0% terugbrengen, dan sterven die Mohammedanen ook uit. Want wat moeten ze dan met de Koran, waarin staat dat de profeet, en God zegen zij op hem, hè? Ik bedoel die ene profeet, van Mohammed, de Rasulallah. Die had het over Isai. En hoe kan je dan al die volgelingen van Isai uitmoorden? En zelf een beetje doorleven? Dat kent toch niemand? Heb respect. En het hebben de Mohammedanen voor ons. Maar niet die politieke Mohammedanen. Of die politieke Joden. Of die politieke christenen. Of die kut Tony Blair. Ik ben niet boos. Ik wil niet denken dat ik... Dat ben ik helemaal niet. Het is gewoon, je moet gewoon wel zeggen waar het op staat. Wij hebben respect te hebben voor elkaar. Want ik ben een christen. En een christen die oordeelt niet. Behalve natuurlijk dat hij oordeelt. Maar lees het nog maar een keer. Maar links is links, rechts is rechts. En aan een kruis hangen is iets anders als dan het kijken dat iemand aan een kruis hangt. Want als je kijkt naar iemand die aan het kruis hangt, dat doet minder pijn als dat je daadwerkelijk aan het kruis hangt. Lul. Tenzij je christen bent. Want dan doet het net zoveel pijn. Dan zie je iemand die aan het kruis hangt en dan denk je zelf, au, 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 ik voel het in mijn voeten. Goeie begrip. Dat is een Donald Trump. Donald Trump is echt de eikel van de dag, zou ik maar zeggen. Ik weet niet wat jullie vinden van Donald Trump, maar ik ben punt 1 jaloers op zijn hairdo. Dat ik denk, hoe kom je aan zoveel haar? Heb je dat soms laten implanteren of zo van je miljoenen dollars? En punt 2, ik vind zijn kledij te perfect. En altijd loopt Donald Trump in van die gebouwen met marmer en allemaal. Ja. Donald Trump is zo'n man en die heeft er zin in. Maar aan de andere kant, hij heeft niet helemaal ongelijk natuurlijk. Hij wil af van het klimaatverdrag en er volop inzetten in fossiele energie. Dat is natuurlijk bullcrap. Want voor degenen die dat niet weten, dat fossiele energie, daar kan je een tijdje van gaan feestvieren, maar dan is het op. Dit geldt ook voor kernenergie. Je krijgt uiteindelijk, en je moet het niet te bont maken. Natuurlijk mag je gewoon bomen in de fik steken. Je hoeft ergens maar een zaad te hebben en dan groeit een boom uit. En op een gegeven moment gaat die boom alle zon weg. En dan zit je in de schaduw van de boom. Dan denk je, nou weet je wat, boom. Als we nou eens eventjes vriendjes worden. En dan pak je een zaag. En dan zaag je die boom om. En dan heb jij weer zon. Hè? Ja. En je hebt een hele berg hout. En dan mag je gewoon in de fik steken. Dan denk je dat het niet mag. Tuurlijk mag het. Helemaal geen probleem. Maar voor de rest vind ik Trump gewoon, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Wat mij verteld is van Donald Trump is dat hij is dus een paar keer failliet gegaan. En toen waren de mensen en die gaven hem weer wat geld. En toen was hij plotseling niet meer failliet en dan ging hij weer opnieuw. Dat is mij nooit overkomen eigenlijk. Ik moest altijd werken voor mijn geld. Maar Donald Trump op een of andere manier vliegen hem de gebraden duiven in de mond. Ik gun het hem van harte hoor.
Maar hij moet wel oppassen. Hij moet goed denken aan wat Pim Fortuyn overkomen is. Of Gaddafi. Of John F. Kennedy. Want de wereld die wordt geregeerd door een stelletje ongelofelijke psychopaten, sadisten. Die wil van de voornaam niet weten hoe ze van de achternaam heten. Ongelooflijk stelletje trash. En Donald Trump, die denkt dat hij daar een party, party. I'm driving in your car. You turn on the radio, party. En loopt dat goed af? Ik hoop het voor Donald Trump wel. Want zo ben ik. Ik wil gewoon dat het met iedereen goed afloopt. En over het broeikaseffect staat hier dus ook. Dat is een hoax. Een hoax. Hier staat. Noemde Trump want een hoax. Is het ook. Het is een hoax. Maar dat is niet het enige. Hè? Je hebt ook de Hokulast hoax. Of de hoax van de onfeilbare mens. Dat is ook een hoax. Er is een idee dat er is een onfeilbare mens. En alles wat die mens zegt, dat is zonder meer goed. En dat is een hoax. En daar durft Donald Trump, denk ik, niet over te hebben. Maar goed. Ik wens Donald Trump heel veel succes. Er zijn rivalen, Hillary Clinton en Bernie Sanders. Ja. Ik wil ook wel duurzame energie, maar ik wil echt alleen maar duurzame energie voor mensen die een beetje aardig zijn. En de rest wil ik gewoon dat ze de energierekening opgezegd krijgen. Is leuk. Oh fuck. Audio ging even aan, dat was niet de bedoeling. Kan dat nou? Evi van Landschot gaat altijd goed. Kan dat nou? Fucker de fucker de fucker de fucker. Ja. Nou, het gaat allemaal goed, mensen. Blijf nog even luisteren. Dat wordt heel leuk. Kijk, dit gaat dus, dit item. Dit gaat over het verkrachten van noordelijke vrouwen. Ik ben dus van voorlopig hè, ben ik van de theorie dat we allemaal uit Afrika komen. En mijn soort, dus wij hadden te weinig pigment en we zijn gewoon Afrika uitgejaagd. Dus hebben wij ons ja, dan maar in de noordelijke gebieden waar het niet zo lekker weer is en waar je niet zo vaak kan oogsten. En de zee die. De vis wordt duur betaald, zullen we maar zeggen. Dus wij zijn weggejaagd. Maar ik kom gewoon uit Afrika. Ik ben gewoon een fucking neger. Ik heb alleen niet zoveel pigment als de eerste beste neger. Die dan wel neger genoemd mag worden. Maar ik ben ook een fucking neger. Tenminste, daar kom ik vandaan. Dat is mijn geloof. En het betekent niet dat ik de waarheid spreek. Ben jij gek? Dat is wat ik geloof. Overtuig mij van het tegendeel. Nou, wat is er dus gebeurd? Dus wij zijn weggevlucht uit Afrika. En uitgejaagd, zullen we zeggen. Rot op, rot op. Dus wij vluchten. Naar die kutgebieden. En hebben we Nederland gecultiveerd. Om Nederland als voorbeeld te nemen. We hebben een afsluitdijk gemaakt. We hebben de Maas ingedampt. Gewoon
banks, zei dat dan, dammen, oevers gemaakt. Dus dan kan je erachter gewoon een lekker huisje hebben, met een lekker wijfie. En dan denken die lui, oh, dat is mooi. Nou, hebben jullie lekker wijfjes met een lekker huisje? Nou, dan kom ik even en dan stop ik mijn penis in zo'n vagina van een van jullie. Het is misschien een beetje een korte samenvatting van wat er aan de hand is, van wat er gebeurd is. En het is misschien een beetje grof of zo, dat er niet te veel detail in zit van deze inspectie. Ja. Maar aan de andere kant, ik heb met mijn dochter duidelijk afgesproken dat als zij verkracht wordt, en dat maakt me niet uit door wie, is het haar eigen schuld. Ik zorg ervoor dat zij niet verkracht wordt. En als zij een beetje buiten de lijntjes wil gaan kleuren en ze wil, ja pap, ik wil toch s'nachts over straat. Nou, kind, dat is goed. Maar je komt niet verkracht thuis. Maar nu wat de Zweden erover te zeggen hebben, en dan vooral de Zweedse politie. Swedish police have blamed the rise of migrant sex attacks on Nordic alcohol culture and the non-traditional gender roles of European women. A new report says refugees struggle to handle the alcohol and ignore the consequences for girls when they simply feel horny. It warns that girls are called whores and are left in fear of walking the streets because migrants see it as a way of demonstrating their power over girls. Nou, kan jij het nog volgen? De Zweedse politie. Ziet dat de toename in seksuele mishandeling van migranten op Zweedse meisjes, dat komt door de Noorse cultuur van alcohol drinken en de niet-traditionele geslachtsrol, dat is dan niet de volgende, van Europese vrouwen. Ik weet echt niet waar die staan. Het is een cryptogram gewoon. Dit kan je niet oplossen. Swedish police have blamed the rise. De Zweedse politie ziet als oorzaak van de toename van migranten die vrouwen verkrachten, dat komt door het alcohol drinken in Zweden. En de niet-traditionele geslachtsrollen. A new report says refugees struggle to handle the alcohol and ignore the consequences for girls when they simply feel horny. Heel erg. Ik heb maar één ding voor die mannen. Ik wil even, dus een aardige anekdote die ik even mag vertellen, een pak volgende aanwerpen. Maar ik heb dus ook gewoon een Molukse vriend. Dat wil zeggen, zijn moeder was blank en zijn pa was Moluks. Maar hij is Moluks. Hij voelt ook helemaal, hij is Moluks. En neven of achterneven van hem, gewoon van de clan, die hebben gewoon een Turk gekeeld. Gewoon gekeeld. Ik weet niet precies hoe ze hem omgebracht hebben, maar de Turk, die is dood. En die twee Molukkers, die zitten in de bak. Ja, zo gaan die dingen. En dan gaan die Molukkers gewoon even in de bak zitten en die lezen elke dag de Bijbel in de bak. Want die hebben toch verder niks te doen in de bak dan de Bijbel lezen. Ja, die lezen de Bijbel en een beetje in op de sportzaal, misschien verplichte arbeid ook nog.
En de familie komt wel langs met een beetje peppersam of zo. Maar die Turk, die is dood. Want die had een meisje verkracht. Ja, heel dom. Had hij een Molukse meisje verkracht. Dom, 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 dom. En dan geen politie. En geen jury. Gewoon afmaken die handel. De Molukkers hebben een goed gebruik. En die zeggen, we komen twee keer praten. En de derde keer komen we praten. En you believe me, als ze de derde keer komen praten, dan praten ze niet. Dan is het chop chop. During the exercise of violence, men can feel they embody a typical male. Snap ik ook niet. Ik begrijp niet wat er staat. Als jullie het kunnen vertalen. Gedurende het uitoefenen van geweld kunnen mannen voelen dat zij een typische man verwoorden. Embody. To embody. Ja, is het eigenlijk. Ik vind het gewoon dat Engels verboden moet worden als taal. Niet te begrijpen, man. Dus de moraal van dit verhaal is. Er is geen enkel probleem met verkrachters. Geen enkel probleem. Er is een probleem met vrouwen die zich laten verkrachten. En je zorgt er maar voor. Je zorgt maar dat je zelf een gun bij je hebt. Of dat je een kereltje achter de hand hebt. Met een soort geheim nummertje, sms. Tjuk, 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 tjuk. En dan komt je kerel wel. En die maakt hem af. Maar jij laat je niet verkrachten. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ik mag mij niet in elkaar laten slaan. Bijvoorbeeld. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Je wordt je maar gewoon een beetje bewust van wie je bent. En die stomme lullen met een stijve pik. Laat ze opflikkeren. Ik ben niet boos hoor. Helemaal niet. Ik probeer alleen maar een beetje duidelijk te maken waar het om gaat. Nou, dit is Nui Debu. Dit is het volgende item. We houden een beetje de vaart in. Ik wist het helemaal niet. Ik ben ook een beetje dom af en toe. Maar dit heb ik dus gehoord van een vriend van mij. In Frankrijk is er dus al een aantal maanden een duurzame opstand bezig. En het heet Nuit Debout. Een nacht van de opstand. Opstandsnacht eigenlijk. Als de zon ondergaat. Dan komt de Nuit Debout, de opstandsnacht. En dan vooral veel jongeren. En die gaan gewoon praten in de open lucht. En dat is ontstaan uit protest tegen de arbeidshervormingen. Ik zou niet weten waar die over gaan trouwens. Maar ik kan me goed voorstellen dat als ik één ding wil waar de overheid zijn tengels van afhoudt, is dat de werkgelegenheid. Want het enige wat ze veroorzaken is werkeloosheid met stomme nieuwe regels en dit is zus en dat is zo. En iedere ondernemer die kan geen werknemer nemen. Het wordt allemaal onmogelijk gemaakt. Terwijl de wereld die biedt zoveel te eten. We kunnen hier makkelijk met 70 miljard mensen leven. Dan moet je wel een beetje christelijk worden, maar zoiets als christelijk. Hè? Boeddhistisch, iets te start. Hè? En je kan altijd nog verder.
Maar goed, het protest dat breidt zich dus verder uit naar Spanje, België, Duitsland en we hopen Nederland. Dit heb ik nog niet geklikt. Even kijken wat er is. Misschien vinden jullie het ook wel interessant. Europese lente in Nederland. Stop de bankiers. Het zou echt kunnen hoor. Dat is een grote kracht voor ons. Die we misschien niet helemaal beseffen. Maar het hangt wel af van ons. Is ook weer leuker. Haagse ondernemer Omar Muni gaat in heel Nederland werkgevers benaderen om zo vluchtelingen aan een baan te helpen. Ja, dat zou hij ook mogen doen voor gewoon Nederlanders. Maar Omar Muni, of Omar Muni, ja, ik weet echt niet hoe je het aan moet spreken, maar die gaat vooral om vluchtelingen. Die arme vluchtelingen. Zelf kwam Omar in de jaren 90 ook als vluchteling naar Nederland. Ik heb het stukje vluchteling zijn afgesloten en dacht alleen aan vooruitkijken. Ik ben geen wereldverbeteraar, maar een gewone tassenmaker. Maar ik heb wel een hart, legt de jonge ondernemer uit. Daarom wil hij dit jaar nog minstens 20 vluchtelingen aan een baan helpen. Het is toch leuk, hè? Ik heb gewoon zin om. Nee, maar je kan het nu. Moet je, als je dit luistert, moet je even nu. Dat Auschwitz-ding. Arbeid macht vrij. De Dutch Tulip. Dat is zijn organisatie. Een taalbureau gaat 2 dagen in de week inburgeringslessen geven. Op de andere 3 dagen gaan ze via ons op stage bij bedrijven. Op de Oké, dus 2 dagen in de week inburgeringslessen. En dan 3 dagen in de week op stage. Discipline wordt een belangrijk thema. Een vluchteling moet weten dat het in Nederland normaal is dat je initiatief moet nemen. Nee, lul, dat is helemaal niet normaal. Je komt niet alles vanzelf aanwaaien. Nee, in Afghanistan wel. Kom op. Nederland is een werkend land. Je moet hier werken. Arbeid mag vrij. Geil Hitler! Nou, dan krijgen we het nu. Want je hebt het net over Oma Muni. Maar nu krijgen we Rens Vrolijk. En die is eigenaar van een schoonmaakbedrijf. En die is al heel enthousiast over het aannemen van vluchtelingen in zijn bedrijf. Zij zeuren tenminste niet. Zij gemotiveerd en melden zich niet zo snel ziek. Voor beide kanten is het goed. Oh, ik weet niet hoe ik dit uit moet leggen. Maar dit klopt dus niet. Even om te beginnen bij het beginnen. Maar schoonmaken. Mijn dochter, die is dus 16, het vriendje van 16. Die 17 is misschien wel. Maar goed, die kunnen schoonmaken. Het is gewoon, ik maak er altijd een puinhoop van. En dan soms is mijn flat is nodig voor, dan komt de familie langs. En dan zeg ik dan netjes van tevoren tegen mijn dochter, van moet je lustigen van de familie komt langs. En dit kan niet. Hè? Dus dan moet het tjok, 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 tjok. Ja, dat kunnen die kinderen ook. En heb ik daar een vluchteling voor nodig? Nee, helemaal niet. Ja. Dat kunnen gewoon mijn kinderen doen. En deze man, dit is een helemaal zelf. Rising Star of Dutch Fashion. Man, his refugee story, yes, man. Die lul,
die is gevlucht naar Auschwitz, versie 7.3. En zo dadelijk gaat hij dan zeggen, ja, maar het is jouw volk die heeft de Auschwitz gemaakt. En toen ben ik hier per ongeluk naartoe gevlucht en dan ben ik toch chagrijnig. Ego fucks his own ass. Om het maar even op zijn Frans te zeggen. Want je mag toch Frans praten? Tegenwoordig. Is ook geweldig. Even kijken, kan ik nou? Oh, dan moet je nou omlaag. Ja, ja, weer goed. Oh, ik leer steeds beter. Kijk. Dit is mijn favoriete onderwerp, eigenlijk. Want ik ben dus verslaafd aan mensenliefde. Ik vind dat mensen, ja, die horen erbij. En in de Bijbel staan er allemaal al dingen over mensen en zo. En in principe denk ik van, ja, zoiets. Maar er is een super resistente bacterie opgedoken in de Verenigde Staten. Had er gewoon kunnen staan. Ja, in de Verenigde Staten. The United States. Een zieke vrouw in, kijk hier staat het nou wel, in de Verenigde Staten is geïnfecteerd met een bacterie die ongevoelig is voor alle bekende vormen van antibiotica. Nou, laat hem even op je inzinken. Wat waren antibiotica ook alweer? Hey? Nou, ik zal het je even uitleggen. Ik zal de woorden een beetje uitvergroten. Ook echt kan zien dat ik niet zit te liegen. Maar wat hier dus staat, hè? Dit is het woord, hè? Antibiotica. Dat komt uit het Grieks. Het enkelvoud is bioticum. En dat is museum en musea. Dus één museum. Twee musea. Eén antibioticum. Twee antibiotica. En hoeveel precies, dat weet je niet. Want musea, dat kunnen er ook zes zijn. Of zeven, of dertien. Nou, anti, dat betekent tegen. Of bijna. Anti is in ieder geval, het is niet helemaal je dat. En bio, dat is leven. Dus bekende vormen van spullen bedoeld om willekeurig wat vorm leven ook gewoon zonder meer leven te killen. Laat hem even op je inwerken. Als je weet, nu je weet, wat het woord antibioticum betekent. En dat is gewoon kill, kill, kill. Puur gif. Zou jij dat willen nemen? Ja, misschien als je je heel erg goed voelt. Dat je denkt, oh ja, I feel $1 million, man. Give me some antibioticum. Was mich nicht umbringt, start mich. Op zijn Nietzscheaans gezegd. Nietzsche zei, je moet gevaarlijk leven. Dus je moet misschien wel een keer in je leven antibioticum nemen. Om jezelf even op te peppen. Ik ben niet tegen antibioticum. Antibiotica. Dus geen sprake van. Maar het is wel gevaarlijk. Maar het is met name gevaarlijk. Omdat als je een aanval krijgt van een organisme. En dat wil eventjes als een soort van refugee of asielzoeker of zo. Ik kom in jouw lichaam wonen. Ja, dat vind je wel goed, hè. En daar moet je natuurlijk vanaf. Maar als je dan je toevlucht zoekt tot een of ander middeltje, dan verzwak je jezelf.
net zo goed als wanneer je vindt je leven niet zo heel tof, maar met een beetje heroïne erbij elke dag en als 's morgens beginnen, dan valt het wel mee. Dan maak je jezelf zwak. En dat kan je wel doen. En je gaat er niet direct dood aan gaan. Er zijn heel veel mensen die hebben heroïne gebruikt en die springen daarna nog huppeltje puppen rond. En er zijn ook heel veel mensen die hebben antibiotica gebruikt en die leven ook nog. En er zijn er ook heel veel die hebben iets te veel antibioticum gebruikt of antibiotica. En dan gaat het afweersysteem, dat wat normaal gesproken het werk moet doen, dat denkt, oh, we hebben die antibiotica, wij kunnen wel een beetje kalm aan doen. En dan daalt je afweersysteem, je eigen afweersysteem, dat daalt in performance. En voordat je het weet, dan heb jij een HIV-aantekening. En dan hang je. En ik bedoel het letterlijk. Dan ga je echt met je kop door de strop. En dan kan je spartelen. Net zolang tot je dat bent. Nou, dit was wel een leuke afsluiting. Hè? En dat die bacteriën dus resistent worden, dat... Ja, dan moet je maar even over nadenken hoe dat komt. Hè. Dan kan je Immanuel Kant, moet je dan lezen. Dat zijn prolegomena. En de kritiek der reine vernunft. De kritiek van het zuivere verstand. En wij moeten allemaal gerust worden. Gerustgesteld zijn. Ik wou er nog eentje ter afsluiting van. Kom, ik doe het nog eventjes. Hoor. Oh, wacht even. Out of the blue. Dit mag iedereen gaan bekijken. Want het is vooral sinds 9/11 dat mensen dan zitten te zeuren over de conspiracy theories. Maar de conspiracy theories, die waren al lang begonnen voor 9/11. Heel lang daarvan. En deze man, die heet Minton William Cooper, die wist er al heel veel van. En dan deze ook. Kan je ook gewoon, ik zal de sound even out doen. Ik zal de sound even uit doen. Maar deze man, die is dan een ad, maar ja, die gaat zo weg. Daar kan je echt naar luisteren. En die vertelt je in ieder geval wat het probleem is. En dan kan je wel denken, nou, maar dat is onoplosbaar. Even onoplosbare problemen, wil ik niks weten. Ja, of je luistert gewoon naar hem en jij bepaalt voor jezelf of dat probleem inderdaad onoplosbaar is. En voor hetzelfde geld is het namelijk niet zo. Voor hetzelfde geld is het probleem oplosbaar. En is er een connectie tussen al onze broeders en zusters? Ook al hebben ze pigment, of hebben ze geel pigment, of rood pigment. Maakt niet uit. Zijn ze groot, zijn ze klein, hebben ze flaporen, is er een oor af? Dat kan ook. Het kind heeft een ongeluk gehad, mist een oor. En dat je er helemaal voorbij kijkt. En dat je alleen nog maar mensen ziet. En dat je er ongelooflijk veel van moet houden. En dat je denkt, ja, ieder mens
is ofwel mijn broeder of mijn zuster of iets daartussenin. Maar het is geen krokodil of een kakkerlak of een vlieg of een mug. Het is een mens. En naar die plek kunnen wij toe. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan krijgen wij een hele nieuwe set kaarten. Tjus.